dit is kwam. Cultuur open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In me ati, srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Una de Westra Naman Vaderland, Suriname is je vaderland. Stichting Ontdek Je Plek organiseert een Valentijn busreis van Amsterdam naar Aken in Duitsland voor €25 per persoon. Ben je gedupeerde van de kindertoeslagaffaire, is dat €15 per persoon. Iedereen krijgt een gratis lunchbox. Aanmelden kan door de QR-code te scannen. Voor meer info WhatsApp naar 06 87 78 63 33 of 06 87 48 36 95. Let wel, vol is vol. Kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld. Wij zitten met de heer Jim Hock in Zwitserland, waar het publiek van lezen houdt, meneer Jim Hock. Voor het eerst heb ik een samenleving zo gebrand gezien om te lezen van taak Sampotino. Huh? Meneer Jim Hock, welkom in Cultuur TV. Het is de eerste die we doen voor het jaar 2024. Dan mag ik vast vragen hoe de dagen, hoe januari voor u is geweest en voor de partij. We kijken natuurlijk naar de verkiezingen. En we zijn eigenlijk daarmee bezig. Januari, december, weet je, dus feestmaand, normaal. Maar we hadden geen reden om feest te vieren. En we hebben het dan ook heel rustig gedaan. Ja. En we hebben een artikel gekregen van de partij, waar je het nog eens op tafel heeft gegooid. We moeten de president inderdaad afzetten. Denk ik dat mensen al sinds 2020 tot nu toe hebben geprobeerd te doen middels demonstraties en al. En nu zet hij het weer op tafel, kort. Meneer Jim Hock, de president heeft zijn handen al vol met een boek uit de schappen halen en uit de handen van de mensen. Ja, maar kijk, dit is wat we hebben gezegd, hè, over we moeten de president afzetten. Dat is eigenlijk, het komt voort uit de dingen die gebeuren. In het begin, toen dus de regering pas aantrad, dan kon je zeggen van, die mannen doen domme dingen, of die mannen stelen, of weet je, je kon allerlei dingen beweren. En je kon geloven dat ze, bijvoorbeeld het opzetten van een NV, dat ze daar een rommeltje van maken. Maar men kon gewoon een puinhoop vast aan niet. Maar dan dacht je, na doen de man is doen zo, jongen. En zo zijn er een paar dingen meer gebeurd, hè. Dat je op een gegeven moment
denk aan die kwestie van de waterstoffabriek die er zou komen. Dat ze eigenlijk, dat het, als een bos, om het even zo te zeggen. Op een manier waarbij je denkt van, maar hadden ze het echt niet beter kunnen aanpakken? Hadden ze vooraf niet kunnen weten dat die mensen met wie ze werken, dat het nep is? Maar naarmate de tijd vordert, de lukunen zijn, je ziet afvast aan het repeteren. A la jure, a la jure. En dan denk je bij jezelf, maar wat is dat nou boe, jongen? Wat is dat nou boe? En dan komt die kwestie van die Mennonieten, waarbij de president zich sterk maakt voor bepaalde dingen, dus eisen die hij stelt aan het project. Dat is aan EPSA. Amande eigenlijk naar een facilit net tapu. Maar manesheng. Manesheng den sani. Alas manastrati je begreep zei EPSA. Alas manastrati je begreep zei EPSA. We kunnen straks op de details ingaan. Maar hij ziet het niet. Dan kom je toch wel op een ander idee van, hé, maar wacht even, waarom ziet hij het niet? Nou, zei EPSA eigenlijk. Amang, weet je, Sanip Sainama, Edetaka Manesheng, wat is er aan de hand? En dan begin je je toch wel zorgen te maken. Want kijk, als het land in handen is van iemand die zulke belangrijke dingen voor Suriname niet ziet, niet begrijpt, dan hebben we een serieus probleem. En dan begin je af te vragen, maar hoe komen we van dit probleem af? Dus zo kom je erop. Je praat over details die de man op de straat ziet met betrekking tot de Mennonieten. Kijk, we hebben zoveel verhalen gehoord, zoveel hoor je, van, ook vanuit de kant van de heer Soeverein, die zegt van, ja, niet de Mennonieten willen die 100.000 hectare van Sildien hebben, dat soort van type dingen. Er is een andere naam gekomen waarmee de Mennonieten niks mee te maken hebben. Dus in feite komt het over alsof het zijn gewoon legit investeerders voor Suriname. Wat is het eigenlijk dat de man van de straat anders ziet? Dus je moet je voorstellen, hè? De president heeft gezegd, Mennonieten zijn mensen die in een gesloten gemeenschap leven. Laten we dat even voorafstellen. Mennonieten zijn mensen die in een gesloten gemeenschap leven. Juneko na mindri. Julekstra namang neko in een gemeenschap. Inego koiri drape. Ze willen het liefst zo ver mogelijk diep in het bos geïsoleerd wonen, waar ze hun eigen staat kunnen vormen. Zij hebben hun eigen rechtspraak, ze hebben hun eigen alles. Dat is tot nog toe altijd zo geweest in de rest van de wereld. Maar wat kenmerkend is ook voor de Mennonieten, is dat ze vooral hele grote lappen grond open kappen, open hakken, open stoten. En waar zijn die grote lappen grond? Die zijn dat oerwoud van ons, dat mooie bos van ons. En het mooie bos van landen als Bolivia en zo, toch? Peru. En die mannen worden nu door twee buitenlandse adviseurs. Je noemde meneer Soeverein, no? En je hebt ook nog een Boliviaan, of wat hij precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval iemand met een vreemde nationaliteit. En die adviseren de president. En de president heeft vanaf het begin gezegd, heren, die mannen moeten, we gaan ze geen grond geven. De overheid gaat geen grond geven aan die Mennonieten. Die mannen gaan alleen grond krijgen, kunnen gebruiken, die al bestemd is voor landbouw. Let op dat ding wat ik hier zeg. Alleen grond die bestemd is voor landbouw gaan ze kunnen krijgen. Dus ze gaan geen maagdelijk bos kunnen krijgen om dat als landbouwgrond te gebruiken. Maar laten we daarop even ingaan. Wat je ziet is dus dat de minister van Landbouw, die heeft aan de minister van Grondzaken gevraagd van, heren, dat grote stuk bos daar, die 500.000 hectare of hoeveel het was, noem het voortaan landbouwgrond. Zet het in jouw boeken als landbouwgrond. En wat zien we nu gebeuren? Bagadati, of misschien tegelijk, dan vragen een paar mensen die gronden aan.
En wat hebben ze in handen gekregen? Ze hebben landbouwgrond in handen gekregen. De asref grond dat die, peperakseer dat grond dat ook go. En alles maar naar straat die begrijpt, zei ze. Na de malek soeverein, na de matifing, na de wan toestroman voor de regering. De maaitjes den bij die grond, dat is de maudu na grond. Dat is de maudu na grond. Plotseling, na landbouw de maudu na grond. De maaitjes aan grond, abe de busi, alasani. Nou heeft de minister van LVP gezegd, het is nu landbouwgrond, gewoon zip, handtekening, het is landbouwgrond. En de president had gezegd, ze gaan alleen grond krijgen die bestemd is voor, als landbouwgrond. En hij houdt het nog vol van, nee, ze krijgen niets van de overheid. Maar dan, if you say, you serve, je takas aan dat je shisaipsa. Maar in omega connectie, dat eigenlijk, asansa you taki, taki de manochis land, tragronlik landbouwgrond. Dat je schiet van busi en kenki controle landbouwgrond tap papira. Dat je niet meer kan connecten dat je ons aan hebt, maar vroom op hebt. Dat eigenlijk ons maar moest lukken dat je. Heeft hij het allemaal nog op een rijtje? Weet je, kan hij het onderscheid nog maken tussen wat er speelt en kan hij dat nog? En dat is die bezorgdheid. Eigenlijk is het meer een uiting van bezorgdheid. En tegelijk komt natuurlijk ook die vraag op. Want ik heb het nergens geregeld gezien. Look, if one day president sa oppo, dan awaka in een jockey tapa onafhankelijkheidsplein. Alles mij begrijpt dat Ewan San no bunanga kel. Yusref if ibo waka nanga so jockey tapa onafhankelijkheidsplein. De man bo puri drabi tak Ewan San no bunanga. If one president bo do dat. De mambo pura man is zo discreet. Maar er zijn ook andere manieren waarop er dingen kunnen gebeuren. Waarvan je zegt van, hé, maar is het nog wel 100, jongen? Als dan 100 is te drapen. En het is niet geregeld volgens mij. Wie kan dat vaststellen? Weet je, wat moet er gebeuren voordat iemand aan de bel trekt om te zeggen van, hé, we zijn op z'n lukken drapen. En willen we als Surinaamse samenleving dat hebben? Willen we dat hebben? Ik denk niet dat we dat willen hebben. Dus eigenlijk heeft u het over Asrapu voor de president eigenlijk als gewezen politieman. Verwacht je een bepaalde scherpte? Want is hij de eerste keer met de men, van die Mennonieten? We hebben dat van de. De heer Saya gehad, waarop een podium zat en de volgende dag is de heer Saya aangehouden voor een of ander strafbaar feit. We hebben hem gezien in verschillende kringen met dubieuze personen. U heeft een oprechte bezorgdheid geuit daar. Ja. Kijk, in het begin, net wat ik zeg, dan kan je denken van die man heeft een fout gemaakt. Je kan denken bij jezelf van, man, een sjaasan jongen, look van. Hé, hey, de man me kwam fout jazen, de man me kwam fout drapen. Of de man voeren, luku. Maar, ano gewoon sanepsa. Ano gewoon voeren. If it, luku den sanlik vader sanne go no, de I must worry over amang in vermogen voor onderscheid sani. Weet je? En iemand zei tegen me, ja, maar, het is nog een jaartje. Daar zijn de verkiezingen. Weet je hoeveel er in een jaar fout kan gaan? Heb je een idee hoeveel dingen er in een jaar fout kunnen gaan? Allerlei beslissingen die genomen kunnen worden binnen een jaar. Die zo nadelig zijn voor Suriname. Dat we het misschien nooit meer te boven komen. Denk aan die brug met Guyana. Denk aan die situatie daar waar we land kwijt kunnen raken. Waar we even met een buur in een situatie kunnen komen. Die nooit meer goed komt. Het is dus een bezorgdheid, we moeten er naar kijken en we moeten dit ding gaan regelen. We moeten toch weten van wanneer zeggen we nou van Amafaya. Niet omdat die man zou stelen, dat kan ook, maar omdat die man het onderscheid niet meer kan maken van wat goed is en wat niet goed is. En dat ding van die Mennonieten, waarom is het zo'n belangrijk punt hierin?
Omdat het iets is wat hij zelf heeft gesteld. Hij heeft zelf gezegd van, hoe gaan ze dit niet geven, hoe gaan ze dat niet geven. Ze moeten daar rekenen. En dan ziet hij die dingen voor zijn ogen veranderen. En toch houdt hij vol wanneer ze hem weer vragen van, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat is een punt van grote zorg, ja. Kan het ook niet zijn dat er meer gekeken moet worden in de richting van de veiligheid van de president bijvoorbeeld? Als er niet iets is dat men tegen hem houdt, dat hij de andere kant moet opkijken wanneer dingen verkeerd gaan. Want hij heeft laatst melding gemaakt van een aanslag op de minister van Gezondheid, waarbij een man op een fiets heeft geschoten op het huis en op een fiets is gevlucht. Ja, het klinkt niet zo serieus, maar je hebt je twijfels erover wanneer het praat over hoge beveiliging met al die volgauto's en al. Vraag je af, waar is dat gebleven toen dat gebeurde? Moeten we kijken in de richting van de veiligheid van de president? Laten we even vaststellen, hè, dat als inderdaad de president het allemaal niet meer op een rij heeft, dat we in problemen zitten. Maar zitten we niet ook net zo goed in problemen wanneer de president onder druk staat om dingen te doen of niet te doen? Zijn we niet ook in grote problemen wanneer de president onder druk van anderen bepaalde besluiten moet nemen? Of zoals je zegt, de andere kant uit moet kijken, want ze hebben gezegd, ja, ze mama, ze hebben gezegd, ze hebben gezegd, ze omdat de man tegenman, de man pot drukt op een man voor die zee. Daar zijn we in net zulke grote problemen toch. Die kwestie van het schieten op het huis van de minister is natuurlijk een zorgpunt. Dat het in Suriname kan en dat een man op een fiets kan komen en weg kan komen daar. Dat is onvoorstelbaar. En er is beveiliging bij de minister thuis. Straks wandelt iemand daar langs gewoon, hij schiet op dat huis of op een huis. Laten we hopen dat het niet zo ver komt dat er slachtoffers vallen. Maar die man loopt langs, die man schiet en hij wandelt verder. Want ik kan me niet echt voorstellen dat die man op die fiets is daar is geweest. En het aantal kogels dat die man moet hebben afgeschoten, ik weet niet hoe dat werkt. Het is behoorlijk wat, toch? Ik weet niet meer precies. Was het 12 of zo? Het is toch verschrikkelijk. En zoveel tijd heeft die man gehad om 12 kogels af te schieten. En daarna gaat hij op een fiets weg. Dat is mooi geregeld. We hebben ook een, weet je waarom deze vraag? Kijk, je hebt een boek dat is uitgekomen door de heer Van den Berg, waarbij er zoveel is gezegd, meneer Jimmo. Dat boek beschrijft zaken waarbij de Suriname, corruptie, waarbij de Suriname het al 3 jaar over heeft. En dat boek heeft de president laten schrikken. En ja, de president heeft vele mensen ook geopend geattendeerd van, hey, er is een boek daar buiten hoor. Ga lezen. Mensen zijn nieuwsgierig geworden. Toen dat zo gebeurde, wat was uw eerste reactie op de reactie van de president zelf over dat boek? Eigenlijk weet ik niet goed wat ik ervan moest denken hoor. Omdat, kijk, de president, wat hij heeft gedaan is geprobeerd om mensen op zijn hand te krijgen, zoals ze dat zeggen, aan zijn kant te krijgen. En hij heeft opgeroepen tot nationale opstelling en zo. Wij nemen hem vanuit de Palu kwalijk dat hij in een heleboel andere dingen niet die nationale opstelling vertoont. En wanneer er een foto van hem op een boekcover is, een boekomslag, En die titel eronder is niet zo vleiend, dan wordt hij ineens actief en dan roept hij iedereen op om in nationaal belang achter hem te gaan staan. Maar wanneer anderen, eigenlijk de hele samenleving hoor, behalve de regering, oproept om in die kwestie van bijvoorbeeld die brug over de quarantaine een meer nationale opstelling te hebben, dan krijg je niets. Er is geen reactie. Het is alsof ze het niet begrijpen. Ik kan niet verstaan. Ik kan helemaal niet verstaan. Het is de man is Shi Asani. Er is niet zo lang terug, in diezelfde case bijna, was er
iemand heeft de Guyanese 150 visvergunningen beloofd. Right? Wat hebben ze gedaan toen ze het niet op tijd kregen, volgens afspraak, volgens wat zij denken? Ze hebben de minister van LVV voor alles wat vies en vuil is uitgemaakt. Heb je de president gehoord? Heeft de president toen, is hij toen opgekomen voor die minister om te zeggen, hé, hoe het zo lang allemaal voor het kabinet die zie, was er allemaal, nou allemaal het zo over, wat minister van mij? Hij heeft dat niet gedaan. Hij is gewoon rustig gebleven, hij is stil gebleven. In feite heeft hij over die hele kwestie nooit meer iets gezegd, voor zover ik het weet. Hè. Het zijn zo'n paar dingen waarbij je denkt van, maar wanneer het nationale belang het vraagt, echt het vraagt, komt hij niet op. In een artikel dat de PALU heeft laten uitkomen, ik weet niet of het vorige week was of zo, over de 19,5 miljoen euro. Weet, Oelaswamoni drap in Suriname, de centrale bank had geld eigenlijk gestuurd naar China via Nederland. Nederland heeft dat geld vastgehouden. En wij hebben altijd ons op het standpunt gesteld van dit is een politieke actie van Nederland en daar moet je een politiek antwoord op geven. Er zijn verschillende dingen gebeurd, dus een hele tijd. Ik ben eigenlijk al kwijt wanneer het precies is gebeurd. Maar ik denk dat het in 14 of 15 moet zijn gebeurd. Nee, 16, 17, 18, ik weet niet, 20, something. Maar in elk geval 2019 denk ik. In deze hele case heb je de president, of toen was het meneer Santokki, oppositieleider, ook niet horen zeggen we moeten een nationale opstelling hebben naar Nederland toe. Dus, maar nu het om hem gaat, nu roept hij mensen op om een nationale opstelling te hebben. Dus eigenlijk, ja, wat moet je ermee? Minusabiara. Het is ook niet de eerste keer dat we dit hebben vernoemd. Dus dat de regering heeft geprobeerd om op allerlei manieren op te komen voor de integriteit van het land. Zeg maar. We hebben dat nog gehad van de minister Bibis in die case van die Netflix-film Narco Suriname. Die titel van die film waarbij ook een brief heeft geschreven. Maar we hebben ook cases waarbij de zoon van de president heel hard heeft uitgehaald en een heleboel zijn vader voor heel wat heeft uitgemaakt en beschuldigd. Maar daarvoor is er geen iets gekomen eruit dat de zoon zich moest verontschuldigen ervoor. Ja, ik denk dat men daarbij dus het onderscheid niet kon maken tussen ambtenaren en familie. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik daarop moet zeggen. Volgens mij heeft de president. Het is ook een lastige situatie natuurlijk, wanneer je familie en vrienden die zo dichtbij zijn, continu accommodeert. Wanneer een van ze een fout maakt, hoe ga je ze corrigeren? Weet je, hoe corrigeer je je vrouw als ze in de Raad van Staatsolie zit en ze daar iets verkeerd zou doen? Hoe corrigeer je je zoon wanneer hij echt in een heel uitzonderlijke, op een heel uitzonderlijke manier een baan vindt van de overheid in het buitenland en hij doet iets kennelijk hoor, want ik heb het niet goed gevolgd, maar hoe corrigeer je hem? Weet je, doe je het vanuit president naar degene die zakelijke betrekking heeft, ambtenaar, of roep je hem als vader even aan de kant om te zeggen, hé jongen, ik heb hier nog een probleem jongen. Of vind je van dat je die correctie niet gaat doen, want jij bent president? Ik weet het niet. We hebben in ieder geval niets gehoord, dus we kunnen daar geen conclusies aan verbinden. Maar er had wel iets moeten gebeuren, dat is waar. Er had enige correctie moeten plaatsvinden. En ik heb het gemist, laat me dat zo zeggen. Tande Absa, maar ik heb het gemist. De president, zijn foto was niet de enige die op het boek voorkwam. We zagen ook dat van Sildien en de heer Kirpalani. En ja, van die kant uit hebben we nog geen reacties gehoord van ik heb geen toestemming gegeven om een foto te plaatsen en dat soort van type dingen. Maar zou de president niet goed doen als hij de heer Sildien bijvoorbeeld voor uitleg had geroepen om te gaan, of partijen bij elkaar had geroepen om aan te horen van wat is gebeurd of hoe kan ik helpen, hoe kunnen we dit verhelpen? Boy, ik zou niet weten hoor. Ik denk dat het wel zijn recht is
om tegen die schrijver te zeggen van je hebt me enorm probleem en je moeilijk mee. Dus, en misschien is het zelfs ook zijn recht om naar de rechter te gaan, weet je. Maar hoe hij dat verder met meneer Seudin en meneer Kerpalani wil of moet regelen, ik zou het niet weten. Ik zou niet, want ik weet niet, ik heb dat boek ook niet gelezen. Hè? Het is ter beschikking, want iedereen kan het lezen. Maar ik heb het niet gelezen. Ik ben eigenlijk niet zozeer zo geïnteresseerd in wat er in dat boek staat. Ik denk dat de president een overtrokken reactie heeft gegeven en nodeloze reclame heeft gemaakt voor dat boek. Maar dat neemt zijn recht niet weg om zich te verzetten daartegen. Dat kan. Want je moet je afvragen, als jouw foto daar had gestaan, weet je, hoe zou jij erop hebben gereageerd? Het punt is dat je begrijpt dat het niet prettig is. En je begrijpt ook dat hij naar de rechter ervoor gaat. Maar wanneer hij zo consequent zou zijn met alle dingen die in nationaal belang zijn, om daarvoor op te komen, dan zouden wij hem zeker hebben gesteund in deze. Maar dat heeft hij niet. Hij, alleen wanneer het om hem gaat en misschien zijn familie en zijn vrienden, dan hoor je iets of dan zie je iets. Maar wanneer het om Suriname gaat, zie je dat te weinig. Dus. Heeft het ook gehad over de geloofwaardigheid van de president in het geheel? Als nou je mensen gaan twijfelen aan de geloofwaardigheid van de president en u zegt we moeten hem afzetten of hij moet afgezet moeten worden. Hoe gaat dat plaatsvinden? Hoe zien we dat gebeuren? Want het enige dat je hoort is wacht op 2025, 25 mei en dan stem je hem weg. We hoeven geen barbarie en zo te maken. Ja, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Hè. Ik vind het zo, laat me even op dat laatste ingaan. Kijk, je kan niet zeggen, je wacht een jaar. Het kan niet. Weet je hoeveel kwaad er kan gebeuren in een jaar? Dus, als dat nog kan. Bij wijze van spreken, wat huiselijk probleem, wat kille voor mijn vrouw, Aladi. Dat je tegen vrouw dat ik wacht nog even, want over een jaar hebben we een oplossing voor je. Je begrijpt dat als dat nog kan toch. Je moet een oplossing brengen. En in principe gaat het hier erom dat er wordt hier ook een beetje een stuk gebrek aan wetgeving aan de orde gesteld. Want ik heb al gezegd van wie bepaalt, wie beoordeelt en wie moet eigenlijk de kat de bel aanbinden. Wie moet die bal aan het rollen brengen? Dat we een instantie samus de Fugoluko Asanisi, EFA instantie de. Wie moet naar die instantie gaan om te zeggen, checkatoria, want van mij was aan de boom, wie is bevoegd? Kijk, het is geregeld bijvoorbeeld bij constitutioneel hof dat een jurist of zo, die moet, of een advocaat, ik weet, die kan een klacht indienen of een verzoek indienen. Dat is geregeld. Maar waar is dit geregeld van de president of van de vicepresident of van assembleeleden? Waar is het geregeld? Is het geregeld? Is het niet iets dat geregeld moet worden? Is het niet een ding dat we op een gegeven moment ook weten waar we aan toe zijn van want anders, we kunnen in moeilijke situaties terechtkomen hoor. Met mensen die zich opstellen zoals we nu zien. De president zit erbij, hij ziet die kakkelakken over zijn eten lopen, maar hij blijft vinden dat het eten lekker is. Is dat een goed ding? Als jij dat zou zien gebeuren bij iemand, dat er kakkelakken over zijn eten lopen, dan zou je zeggen van, en die persoon blijft vinden van, hé, wat ziet het er goed uit, het eten is lekker man. Dan zou jij toch denken van, hé, wacht even, wat is dat nou boendje en zo. Toch? Je zou toch ook je wenkbrauwen voor ons van, saipsadja. Dat is wat er gebeurt. We hebben ook dat de president in een, dat er een soort onderzoek loopt vanuit het Openbaar Ministerie tegen de president en OE-minister. Gaat om dat van die real estate business something. Is dat niet voldoende om te zeggen van dat
is genoeg, man. Ga aan de kant. Want een president die aan een onderzoek loopt, is lastig in feite. Nou, ik zou dat niet zo zien, hoor. Want kijk, het is heel gemakkelijk om een zaak tegen iemand te laten lopen. Dus voor poro manning, aan een probleem. En dus vandaar dat ik denk van, je kan niet omdat er een zaak tegen de man loopt, vinden dat de man moet aftreden. Misschien, maar ik kan me niet goed voorstellen, misschien afhankelijk van als het een hele serieuze zaak is. Ik weet het niet, dit is natuurlijk ernstig genoeg. Maar je kan begrijpen wat ik bedoel, als het een moordcase zou zijn of iets dergelijks. Maar ook dat, want het is gemakkelijk om iemand te beschuldigen. Het is de uitkomst van die zaak die gaat bepalen hoe je er vervolgens mee omgaat. Dus dat er een zaak loopt tegen de president. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld als Palu ook tegen, tenminste, ja, tegen die bepaling. Ik weet niet of het inmiddels tot wet is gemaakt. Maar je weet, dat mensen hadden een regel van, als iemand, een voorstel voor de kiesregeling, van als iemand veroordeling heeft gehad, dan mag die niet meer meedoen aan de verkiezingen of bepaalde dingen niet meer vervullen. Het is ook iets om naar te kijken van, zou je dat willen handhaven? Weet je, want je zou daar wat ruimer over moeten praten. Hoe ga je ermee om? Ga je iemand twee keer straffen bijvoorbeeld, want dat wordt het dan uiteindelijk. Hoe ga je met dat ding om? Het is niet iets dat je zomaar in een wet stopt. Dat is een moeilijk ding. Maar dit ook in de kwestie van, de man heeft een strafklacht lopen, dus dan. Nee, toch een beetje voorzichtiger mee zijn, want je kan iemand heel gemakkelijk beschuldigen van iets. En als men dat politiek wil gebruiken, dan gebruikt men dat ook. En dan heb je een probleem. Dus toch een beetje voorzichtiger mee zijn. Ik vind wel dat het jaar 2024 op na de verkiezingen wel heel hard is gekomen, heel hard is gegaan, maar met allerlei, bijna wil je zeggen, het lijkt wel propaganda of het is een, ja, het is alles dat je eigenlijk gewend bent op weg naar de verkiezingen, beschuldigingen op beschuldigingen, vingerwijzingen op vingerwijzingen, dat zien we ook in de Nationale Assemblée, weet je. Dus in feite zien de kiezers de weg niet meer door de bomen, zeg maar. Ja, het wordt waarschijnlijk een nog turbulenter jaar dan we hebben gehad in 2023. Voor een deel zal het te maken hebben met de verkiezingen die eraan komen. Enerzijds omdat misschien de oppositie wat harder gaat bombelen. Maar anderzijds ook omdat er mensen zullen zijn die denken van, wow, we gaan niet terugkomen jongens, kom, laten we nog snel onze zakken vullen. En dat zal ook niet altijd onzichtbaar blijven. Dus er gaan reacties erop komen. En ik verwacht zelf dat het jaar nog turbulenter wordt. Net als hoe wij nu met Palu praten bijvoorbeeld. U bespreekt, u praat over de president, maar anders zien het van, die man bespreekt mijn voorzitter. Palu kan het ook hebben dat iemand reageert met vingerwijzingen naar u toe. Hoe vindt u eigenlijk de politiek voering en de campagnevoering in Suriname tot zie dat we de verkiezingen hebben, zeg maar. Het is altijd een kwestie van, wie kan de ander nog meer beschuldigen van wat? En aan het eind werken ze toch allemaal samen. Ja, dus dat, ja, maar ik weet niet of je dat ook zo moet vasthouden. Kijk, ik vind in het algemeen, wij vinden bij de PALU, dat wanneer je in een discussie gaat, of wanneer je met mensen praat over een bepaalde issue, dan moet je het inhoudelijk doen. Je moet op die issue gaan die mensen naar voren hebben gebracht. Dus als ik nu heb gezegd van, dat ding met de president, is dat wel, ga op die issue in. Ga niet vinden van, ja, maar toen hij het zei, had hij een rood hemd aan. En toen daarna, en heb je gezien, niet zijn familie en zijn zus en zo. Zo, ga op die kwestie in die ik heb aangekaart. Wanneer we praten over de homo's, ga op die kwestie van de homo's in die mensen verarmen. Want dat is wat we zeggen. En ga niet allerlei andere dingen. Ga daarop in.
En inderdaad, wat je ziet is dat in plaats van dat mensen dus op die issue gaan, op de bal spelen zoals we dat zeggen, dat is mijn pretapama, dat is mijn brokkoekindie, die naar de soort sanatie. En jammer genoeg is dat inderdaad onze manier van politiek voeren geweest sinds we politiek voeren, want ook al in de tijd van Pengel en Lachman en zo, dat was het. We zijn jammer genoeg nog niet uitgegroeid tot een meer volwassen samenleving, waarbij we over de inhoudelijke kant van die dingen kunnen praten. Dus als bijvoorbeeld wij zeggen als PALU van, als je per se een brug wil bouwen, bouw die brug over de Marowijnenrivier. Dan gaat men niet daarop in, maar dan gaat men in op, ja, maar de PALU toen en toen. Ga op die issue in. Wij zeggen van, die brug over de quarantaine heeft allemaal negatieve gevolgen voor Suriname. Het is niet goed voor ons. We zitten met Guyana in een probleem. We hebben een discussie over Tigri. Die Guyanezen willen ons grondgebied. Ook die hele rivier willen ze overnemen. Bouw die brug niet daar. Bouw die brug over de Marowijnen. Want bovendien, daar komt het geld vandaan. Dat is Europa, enzovoort, enzovoort. Ja, prif de man gaat op een issue. Voetak voor en tegen. Laat hem ook jumpen, kon naar Utah. Ja, maar je eerder voor kant, je dat dat. Dus we moeten daar vanaf. We moeten er vanaf. We moeten ook meer in verkiezingsprogramma's op die issues gaan die we in die verkiezingsprogramma's schrijven. Dus niet op die man, maar op dat onderwerp waar er over gesproken wordt. Daarover moeten we praten. Daarover moeten we elkaar, als je wil, aanvallen, aanspreken. Dat is het wat we moeten doen. Maar tot nog toe gebeurt dat toch te weinig. En zeker met social media. De Biden's mafus doen hier, die schrijft alles wat lauwlaus aan mij tapu. De ipota programma die staat op YouTube. Ik moet het eens maar. Maar heeft de man dat hij van, aan mij klets om dat, zo en zo. Nee, de man go in tapa issue zei het. De man go in tak, de man vindt dat hij weer een blauw impie dat met die, een blauw impie, een blauw no boom. Alles wat doen, Sani. Weet je, in plaats van, ga op die issue. Praat over die issue. We praten over grondconversie. Het is niet goed en we geven de argumenten erbij. Het gaat een heleboel negatieve dingen voor die samenleving tot gevolg hebben. Ga daarop. Praat daarover. Maar dat gebeurt niet. Te weinig. Laat me direct zeggen, genoeg mensen die er wel op ingaan. Maar toch nog te weinig. Te weinig. Meneer Jamok, hartelijk dank voor dit moment met Kulturu TV. Wij gaan u weer spreken de volgende keer bij de volgende hot issue die er is. Kijkers, dit was Kulturu TV Open Mic met de heer Jamok. Wij zien u terug de volgende keer. Fetigi mama sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora kom iets nieuw weer, Bronzi Albina, Dina Ina stil meer. Dat peye Shizana beautiful, dat peye Shizana wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dape ego shisana beautiful, dape ego shisane. Ware kontesu, Okangi Mato, Teugba Playdu. Yawe go stuka, fuka mereikdu, Mawe kumbaka srana. De forbereidbu, Uzrefe firen alibie eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom ik als rana? Vaderland,
vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe een heilig stand. Toe pijnig man, maar die man is veilig zijn. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wan atras, ze wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe si mama. Wanda wan si afaya let die baka. Trana mushain, was pet die baka. Begi god of knapa, hoe fet si en baka. En we si fara, maya baswaki. Taura lobi in you ati. O je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te goede mi dede mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me me bige spano komita dit mi grigi. Who want chin some food, the chief me kanyang. And they want sada Europa o me yari etang. My feel this refi like one jaja strana man. Who no hor not low, tam bribi no srefi. Who na de west strana man. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in mijn ati, Suriname.